Bij een speeltuin in de buurt hangt vaak een groep jongeren. Ze laten rommel achter en maken lawaai. De buurt klaagt. Ik heb de leeropdracht gekregen om hierover achtergrondinformatie te zoeken en te verwerken in een plan van aanpak. Maar hoe moet ik in vredesnaam beginnen? Ik zie er enorm tegenop. Begin met wat je zoekt. Vertaal het onderwerp van je leeropdracht naar een zoekvraag. En als je daarin hoofd- en deelelementen van de opdracht meeneemt, weet je zeker dat je niks gaat overslaan of missen. Oké. Dus mijn zoekvraag is: wat kan de politie in samenwerking met anderen doen om de overlast van de rondhangende jongeren te beperken? Dit is de kern. En dan moet ik dus gaan zoeken naar modellen van politieaanpak, typering overlast van rondhangende jongeren en welke mogelijkheden zijn er om samen te werken met ketenpartners. Precies. En als je nou verder gaat met zoeken, is het handig om de verschillende onderdelen van je zoekvraag vast te leggen in een zoekstrategie. Hoe je dat doet en andere tips vind je in de e-learning Zoek het uit. Succes!